staat een naam, maar voor mensen die het niet weten, ik denk iedereen weet het, maar stel je voor. Ja, mijn naam is Ilias Boulaid, kickboxer en MMA-vechter. Shit, man. Doe maar snel, man, bro. Ja, toch. Ja, man, ja, je bent baas, man. We doen ons best, broer, we doen ons best, ja, ja. Vertel even nog eventjes over je laatste partij. Ja, de laatste partij was vorige week. Dat was mijn tweede MMA-partij in Bellator. Gewonnen op punten dit keer. Ik denk een hele mooie wedstrijd en we zijn blij. Ja, man, ik heb het gekeken. Ja. En het was ook echt een hoogstand niveau. Qua, normaal zie je vaak op de grond, ja. Maar je hield vrijstaande, ja. En je gooide dood met combo's. Ja. Ik zeg eerlijk waar, ik zie veel vechters, maar niet op die niveau als jou. Ja, dankjewel man, dat is leuk om te horen. Ja, broer, we trainen er hard voor en wat ik wil neerzetten moet gewoon exceptioneel zijn. Gewoon van een andere wereld. En dat is wat we eigenlijk doen. En ik denk dat het een hele mooie partij was. Mensen willen vooral staand zien, ook in het MMA. Mensen willen gewoon klappen zien en leuke dingen. En geen geknuffel en geworstel. Als het moet, dan ben ik daar klaar voor, maar ik hou het liever staand. En ik kijk ook liever naar staandpartijen. Niet alleen dat, man, broer. Wat brengt jou hier op deze Nederlandse bodem? Je bent vaak in het buitenland, ja. Dus wat brengt jou eigenlijk hier? Ja, ik heb een paar jongens van ons die vechten, van Said El Badawi. We hebben Murad Aygun hebben vandaag staan, we hadden vandaag andere Murad, B-klasse jongens staan. En Ilias Hammoush die vechten. Murad Aygun en Hammoush die moeten straks nog. Dus ja, je moet de boys ook supporten, toch? Zoals zij mij supporten, zo ben ik er ook voor hun wanneer ik kan. Dus ja, ik ben er voor ze, man. Okay. Jan Partij, je hebt net gevochten, daarom, maar cool. Waar is next one? Want mensen krijgen niet genoeg van je, denk ik. Ja, ja. Nee, eigenlijk gelijk direct na de wedstrijd kwamen ze naar me toe dat ze heel graag mij op de kaart van 16 mei willen. Dat is in Londen. Alleen dat is in de Ramadan en dat ga ik niet doen, man. Ik heb dat eerder gedaan en dat wil ik gewoon niet doen. Dat is, de Ramadan is gewoon een maand van geloof, bezinning en vasten. En als ik daarbij ook nog moet trainen en voorbereiden voor mijn wedstrijd, dan ja... Dan verwaarloos ik dat, ja, niet een beetje, maar toch dan ben je er niet 100% op gefocust. En dus dat ga ik niet meer doen. En waarschijnlijk wordt het nu eind juni en dan ga ik mijn debuut in Amerika maken, man. Oh, ja. Amerika? Ja. Waar dan? Ja, ik weet het nog niet. Ik was even met ze aan het praten. Ik had in principe nee gezegd voor 16 mei. En ik had gevraagd of het eind juni of begin juli kon. En toen hadden ze alleen maar evenementen in Amerika staan. Toen hebben we eigenlijk afgesproken dat ik daar mijn debuut ga maken. Ja, ja, ja. Okay. Ben je nooit benaderd door UFC of zo? Er zijn dingetjes zijn wel besproken lang hiervoor. Maar op dit moment, ik zit gewoon in Bellator. Ik doe het daar goed. En we gaan daar eerst even kapot maken en dan kijken we wat we gaan doen. Ja, man, broer. Ik zou het graag vragen en ik vraag het dus daarom ook. Ja. Als jij weer op de Nederlandse bodem gaat, weet je... Wat ik echt zou willen is met jou een aflevering. Ja, zeker. Dat gaan we doen, man. Bij deze gaan we dat doen. Ik heb het vaak gehoord bij deze. Ja. Maar jij houdt je eraan? We houden het eraan. Ja? Echt, gaan we doen. Is cool, man, we gaan het vette doen. Is cool. Nou ja, toch nog even voor de zekerheid, broer. Waar kun je je volgen op Insta? Official Boulaid, Facebook, Ilias Boulaid. Ja, we zijn er. Thanks, man, broer. Thanks, bro. Ja, man. Thanks, man. Ja, love, man. Thanks, oes. Ja, man. We houden snel, we houden kort. Ja, toch. Maar wat bracht jou hier? Een paar jongens van mijn sportschool, Bilal, Smiley en Khalil. Oké. Wat vond je van de hoofdpartij? Ja, was goed, man. Was een leuke partij. Heb je van genoten? Ja, zeker. Was hoog niveau kickbox. Was goed. En voor wie was je? Voor wie was ik? Ik was neutraal. Ik was voor degene die een mooie show zou neerzetten. En Boutasse vind ik echt een mooie vechter. Ik vind hem Petrosian lijken. Hij heeft gewoon zijn ding gedaan. Mooie pot. Goed gevochten. Ja, die vraag... Hoef ik eigenlijk niet te vragen, maar jij weet wat ik voor vragen stellen, denk ik. Welke? Of niet? Nee. Zijn een jaar verder ondertussen? Ja. Nee, ik weet echt niet welke vraag. Volgend jaar had je me iets beloofd? Of had je de kijkers en kijkerinnen iets beloofd? Wat dan? Ja, je zei, er komt een aflevering. Oh! Ja, ja, bro. Ja, klopt, dat had ik beloofd. Dat moet ik wel nakomen. Mm-hmm. Ja, ik laat aan jou over. Ja, wij zijn ready, man, bro. Want mensen vragen, hey, Raya, komt er nog? Ik zeg, broer, ik heb het niet in me. Ja, dan moet je bij jou Raya zijn, snap wat ik bedoel. Dus... Nee, klopt. Je hebt gelijk. Zeg maar wanneer, dan plannen we wat. Ja, we plannen... Dan plannen wij, man, binnenkort. Ja, ik heb een nummer, toch? Ik heb een nummer. Kom goed. Oké, dan... je praat ook met Tappa af, dus... Kom. Zelfde, ja. Ja? Kom goed, man. Zuiver. Goed, ja, man. Thanks, lobby. Ja, toch. Yes, hoes.